Aanstaande vrijdag bestaat Voetbal Experience precies 1 jaar. Sinds de opening is de collectie van het museum flink uitgebreid. De Middelburgse attractie viert dit jubileum met de presentatie van een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe expositie. Ja, we hebben de naam aangepast omdat we gemerkt hebben dat een aantal mensen de naam niet begrepen. Het is een heel nieuw iets, Voetbal Experience. Dus dat moet je beter uitleggen. En vooral wat oudere mensen en Duitsers begrepen het niet. Dus we hebben een aanpassing gedaan en de oude naam behouden. En ik kan het even laten zien wat het geworden is. Het is eigenlijk Voetbal Experience gebleven. Alleen daarbij is het Nationaal Voetbalmuseum geheten. Omdat mensen het dan snappen. Nou, dit is de gehele collectie van George Knobel, die ooit bondscoach geweest is. Ik heb nu zelfs, ik heb zelfs zijn bondscoachjas aangetrokken. En dat gebeurt de laatste tijd heel veel. En daarom hebben we de naam ook aan kunnen passen in het museum. Omdat wij ontzettend veel museumstukken hebben gekregen van alle ruim 50 internationals die hier op bezoek zijn geweest. Ja, hier liggen allerlei spullen, zoals allemaal cadeautjes die bij wedstrijden werden gegeven. Dit is van Oost-Duitsland nog, die tegen Nederland toen gevoetbald heeft. Maar ook het oude trainingspak van Ajax. Dit is dit is voor in de ladies lounge. Dit is een badjas van Oranje, waar ze dan na de wedstrijd zeg maar in rondliepen. Ja, zo krijgen we heel veel spullen binnen en die gaan we allemaal tentoonstellen hier. Een van de initiatiefnemers van het museum, Mattie Verkamman, opende vandaag de nieuwe expositie over Vaas Wilkes. Dit deed hij door een gedicht voor te dragen. Het gedicht heet Idool. Nooit heb ik hem zien spelen in levende gestalte, toch zag ik nooit een betere. Paul Martens, hoofdvoetbalzaken van het museum, vertelt over de voetballer Wilkes. Een geweldige dribbelaar, erg balvast, scorend vermogen, heel compleet. Nou, het feit dat Johan Cruijff zijn grote voorbeeld Vaas Wilkes was, dat zegt denk ik al genoeg. Nou ja, Vaas Wilkes was een van de pionieren van het Nederlandse voetbal. Hij is als een van de eerste in het buitenland gaan voetballen. Op zondag 19 december wordt de eerste verjaardag voor het publiek gevierd. Dit gebeurt met een voetbalquiz, een bierproeverij en een signeersessie door Johnny Rep over zijn nieuwste boek.